Tegenwoordig leven we steeds langer, dus worden we ook steeds ouder. 1 op de 4 mensen wordt nu al ouder dan 90 jaar. Maar wat doet die extra tijd met ons? Op vrijdag 6 en zaterdag 7 oktober organiseert het Arthouse Lux het gloednieuwe UP-festival. En hierin kom je alles te weten over het leven voor gevorderden. One day baby we'll be old. Oh baby we'll be old and think of all the stories that we could have told. So one day baby we'll be old. Oh baby we'll be old and think of all the stories that we could have told. In deze speciale uitzendingen van N1 in samenwerking met Lux nemen we je alvast mee naar het thema ouderdom. Straks vragen we op straat waar men aan denkt bij het woord bejaarde. Maar eerst gaan we naar Danscentrum Vermeulen, want dansen is natuurlijk voor alle leeftijden. Binnen het UP-festival wat nou georganiseerd wordt, welke rol gaat Danscentrum Vermeulen daarin vervullen? Wat ze wilden is een dansles geven aan ouderen die dan samen met jongeren gaan dansen. Dus er komen jongeren, studenten van de Geloof van de Han, die gaan met oudere mensen die dat willen, gaan ze een dansles volgen. Dansen is voornamelijk voor heel veel mensen een hele plezierige manier van ontspanning. En niet alleen maar ontspanning, maar ook de inspanning door het dansen zelf. En dat gaat van de leeftijden bij ons, vanaf 4 jaar tot, ik geloof dat onze oudste leerling op dit ogenblik 85 is. Het beeld wat ik vroeger van oude mensen had, was dat ze niet zo heel veel meer deden. Ik heb onlangs een foto gezien van mijn grootmoeder. En die zat eigenlijk de hele dag in een stoel met schort voor. En ze kwam eigenlijk alleen overeind om eten te koken. Wat voegt dansen precies toe aan uw leven? Dansen is plezier voor 2, dat sowieso. Het is heerlijk om te bewegen op muziek. En je leert ook nog een heleboel andere mensen kennen die samen met je op de les zitten. Wat zijn voordelen van ouder worden in mijn ogen? Wel, een van de voordelen is, en het klinkt heel gek natuurlijk, is dat je heel veel verleden hebt. En dat je dus ontzettend veel ervaring hebt opgebouwd met een heel breed perspectief. Dat je eigenlijk alles wel eens een keertje hebt meegemaakt. Zodat je wat rustiger in het heden staat. En ook niet zo verschrikkelijk bang bent voor de toekomst. Dat is, denk ik, dat klinkt allemaal een beetje filosofisch. Maar ik denk dat het wel heel erg belangrijk is. Ik denk dat het wel heel erg belangrijk is, ja. En wat zou het u aan mensen willen meegeven die nog niet zulke activiteiten ondernemen? Ja, het is makkelijk natuurlijk zeggen, allemaal dansen. Dat is dus per definitie. Maar ja, doe wat. Dus ga niet zitten. Wat Ria net vertelde over haar oma, ken ik ook van mijn oma en van Wilma. Maar het is wel grappig. Ik heb ooit, was ik jong, als dansleraar. En toen was er een oude dansleraar, in mijn ogen een oude dansleraar, meneer Kemperman. En die deed nog ook een tapdans en van alles en van alles. En toen zei ik van, onder geen voorwaarde dat ik, als ik zo oud ben als die man, dat ik dan ook dans. Dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik niet als oude man. En nou ben ik zelf ouder, denk ik, dan meneer Kemperman. En wil ik zelf nog alleen eigenlijk nog maar door. Want het is zo verschrikkelijk leuk om te bewegen. Maar het is ook zo verschrikkelijk leuk om met ontzettend veel mensen in contact te komen. En dingen te doen die gewoon ook geestelijk heel erg goed voor je zijn. Wat zou u tegen andere ouderen willen zeggen die dergelijke activiteiten nog niet ondernemen? Ik zou zeggen, ga bewegen en vooral ga dansen. Dat is een hele mooie manier. Meneer Old Rickert, werkzaam bij de Radboud, die heeft ook een boek geschreven hoe je goed oud kunt worden op een goede manier. En hij vindt dansen echt een hele perfecte manier. Omdat je beweegt, je moet naar de muziek luisteren, je moet de passen overnemen, je moet de passen onthouden. En ja, dat vindt hij perfect. En dan gaan we nu de straat op met dit onderwerp. Waar denkt men als eerste aan bij het woord bejaarde? En wat zou jij doen als je 1 dag bejaard zou zijn? Wat is het eerste wat je te binnen schiet? Ja, oude mensen. Als ik jou het woord bejaarde zeg, wat is het eerste wat je te binnen schiet? Ja, ouderen. Ouderen? Ouderen, ja. Ja, het beeld wat je voor je hebt, zijn het vrolijke, dansende ouderen? Of nee, meestal niet. Meestal sloom,
vak knaaien. Dan, ja, nee, gemiddeld heb ik niet een heel positief beeld over. Nee? Nee. Wat schiet er bij jou te binnen als je denkt aan bejaarden? Oude mensen. Dat is logisch, ja. Dat betekent het. Maar hoe stel je dat voor? Ja, in flats en alles, ja. Ja, niet heel veel meer. Waar denken jullie aan als je het woord bejaarde hoort? Grijs haar. En een baard soms. Ja. En ja, van die oude kleren met die oma's van die bloemenrokjes. Hoe oud denk je dat ik ben? Nee, dat is een vraag waar ik altijd weiger antwoord op te geven. Want dat kan alleen maar verkeerd maar aflopen. Niet, want het gaat over bejaarden. En ik ben volgens de letter van de wet al bejaard. Je bent al bejaard, joh. Ja, ik word volgend... Over een week word ik 68. Wajo. Hij had ik je niet gegeven. Nee. Maar hoe bevalt het? Ik heb tot nu toe allemaal jongeren de vraag gesteld. Hoe is het, zeg maar, om... Heerlijk, want je wordt met de dag wijzer. Als je tenminste je oren en je ogen de kost geeft. They mostly friendly, I think. But not to the younger people. Mm-hmm. They just like, the young people. They do things other than we did it. Mm-hmm. And yeah, I think that's it. What they think about younger people. That they think that we do many things wrong. Yeah. Not like them. That we should do more things like they did when they were younger. Yeah. And if you were to be an elder for... say one day, what would you do? I think I would watch people in my age. Mm-hmm. I think I would watch them and look how they live their lives, and I think that's what they do too. Mm-hmm. Yeah. Okay. Stel dat je nou één dag bejaard zou zijn, nu. Wat, hoe zou jouw dag eruit zien dan? Oh, ik denk achter het geranium zitten. Gewoon lekker rustig aan, niet te veel doen en een beetje genieten. Van de kinderen en de kleinkinderen die het dan zou hebben. Ja. Dus. Als er één ding is wat jullie zouden willen vragen aan een bejaarde, zeg maar iets waarvan je denkt, dat vind ik nou, hoe zou dat nou zitten als je bejaard bent? Wat zou dat zijn? voel je echt eenzaam of vind je de rust ook wel weer prettig? Nou, een druk leven te hebben gehad. Dat is een goeie. Ja. Dat is een goeie. En... hoeft niet per se een nieuwe bij hoor. Nou, op zich van, wat had je anders gedaan? Zeg maar, nu je hier bent, zijn er dingen waar je spijt van hebt, die je nog wil doen, waar je van dacht van, had ik dat maar gedaan? Wat is hetgeen waar je nieuwsgierig naar bent? Wat er, zeg maar, is er iets waarvan je denkt van, joh, hoe zou dat zitten als je bejaard bent? Zou zo snel mogelijk naar buiten willen, denk ik. Ja, zo snel mogelijk naar buiten. Zouden we gaan rolstoel racen en dat soort dingen gaan doen? Ja. Rolstoel racen. Ja. Dat vind ik een goed antwoord. En want als je zeg maar nu één dag bejaard zou mogen zijn, wat zou je dan doen de hele dag? Sowieso een rollator race houden, dat is één. Als ik één dag bejaard mag zijn, is dat één ding wat ik doe. En voor de rest, ja, weet ik, zou het niet weten. Tot zover Leven voor Gevorderden voor vandaag. Morgen en donderdag zijn we er weer met nieuwe uitzendingen. Een uitzending terugkijken kan via onze Facebookpagina Bezoek Nijmegen. Graag tot morgen. Altijd op de hoogte van de leukste activiteiten in Nijmegen? Like ons op Facebook via facebook.com/bezoeknijmegen.